In het kader van ons programma Bedrijvigheid in Woerden is RPL-TV vandaag letterlijk en figuurlijk te gast bij de bistronoom, het kleine koninkrijkje van Jan Kees en Kirsten. Ik spreek hier met Kirsten Velkamp en Jan Kees Graafland, de trotse eigenaars van toch het nieuwe restaurant De Bistronoom. Wie is Kirsten Velkamp? Wie is dat? Nou, een spontaan iemand. Iemand vol energie. Iemand die over haar schouders denk ik onderzet. En ontzettend grote passie voor dit vak. Ja. En Jan Kees? Ik ben eigenlijk al vanaf mijn 15e kok. En altijd de droom gehad om een eigen zaak te willen hebben. Samen uiteindelijk met Kirsten. En ik heb altijd gezegd, eigenlijk voor mijn 30ste wil ik mijn eigen zaak. En dat is gelukt. Ik ben 29. En ik denk dat we iets heel moois hebben neergezet hier in Woerden. Een mooie zaak. Dus ja. En jullie zijn elkaar ooit tegengekomen op een bergtop, begreep ik, hè? Ja, klopt inderdaad. Het is best wel een grappig verhaal. We kennen elkaar al enige tijd. Ik denk sinds dat ik 15 was. Dus dat was nog best wel jong. En ondanks dat wij thuis 5 kilometer bij elkaar vandaan woonden, hebben we elkaar leren kennen boven op een berg. Nog net niet tijdens de après-ski volgens mij, maar tijdens het lunchen. Ik zat daar met mijn ouders en jij volgens mij ook, of met vrienden. En zo hebben we eigenlijk elkaar leren kennen. 2 jaar later, toen hebben we een relatie gekregen en dat is nu 8 jaar geleden. En jullie zijn begonnen aan dit, ja, toch wel groot avontuur. Toch een eigen zaak. Hoe voelt dat? De aanloop is vrij lang geweest. We zijn denk ik 2,5 jaar geleden zijn wij begonnen om te kijken voor een eigen restaurant. We hebben aardig wat panden bekeken. Maar nu we hier zitten voelt dat wel heel erg goed. We zijn echt wel trots op hetgeen wat we hebben neergezet. Uiteindelijk is het toch iets anders geworden als wat we eigenlijk altijd echt voor ogen hebben gehad. En ik denk dat dat nog wel het leukste geweest is. Dat je constant naar die aanloop, dat er constant andere dingen veranderen. Conceptmatisch heb je iets voor ogen. En uiteindelijk is dat hier naartoe gekomen. Wat er nu staat. En ik denk dat het hartstikke mooi is. Kan je aan de kijker uitleggen wat dat conceptmatige precies is? Wat we hier hebben neergezet, we hebben een eigen moestuin. Daar is het denk ik een beetje mee begonnen, het concept. Veel groen, mooie eigen producten. En dat zie je dus nu ook terug in het interieur. We hebben een soort van, wij noemen het de kast, het is eigenlijk misschien meer een serre. Maar ook veel met eetbare producten. En hier hebben we dan de woonkamer. En daar is het concept eigenlijk een beetje uitgegroeid. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het erg centraal staat vanaf het begin als een soort van de tweede maatschappelijke factor in het bedrijf is een stukje, we hebben het naampje gegeven, een beetje reconnect to nature. Klinkt misschien wat overdreven, maar het gaat om een beetje bewustzijn van wat we eten ten aller dag. Wat het allemaal teweeg moet brengen voordat een stukje vlees, vis of groente op ons bord komt. En wat voor impact dat heeft op de rest van de wereld. Daarnaast hebben we in de woonkamer hebben we als maatschappelijke onderliggende gedachte het reconnecten met elkaar. Dus even tijd voor elkaar maken zonder die telefoon ertussen, zonder altijd maar online zijn, elkaar via de WhatsApp spreken, maar echt even tijd voor elkaar hebben. Je bedoelt, telefoons zijn niet verboden? Dat is niet helemaal waar, maar we hopen gewoon dat mensen die hier komen tijd in elkaar investeren en genieten van het eten. In plaats van de hele tijd online zitten en maar te snapchatten. Hoe zouden jullie jezelf willen positioneren in deze markt in Woerden die toch behoorlijk uitgebreid is? Vrij veel restaurants op een vrij klein oppervlak. Hoe willen jullie je onderscheiden, behalve wat je net gezegd hebt? Ik denk dat wij met het interieur dat we het wel laagdrempelig hebben gemaakt. De prijzen hebben we daar ook aangepast, vinden wij, dat het toch wel betaalbaar is. Maar we willen wel echt op een mooi niveau koken. Eerlijk, mooie gerechten, maar ook echt de producten van het seizoen. En wel iets verrassends neerzetten.
Dus niet de standaard dingen. Maar wel in mooie smaak op het bord. En bekende producten werken. Maar dat wel in een jasje steken wat mensen nog niet herkennen. We willen wel graag dat mensen de deur uitlopen. En dat ze zoiets hebben van wauw. Die combinaties hebben we nog niet eerder gezien. Wat voor soort keuken zijn jullie? Eigenlijk is het een Frans... Nederlands, Frans, de basis is Frans. We werken niet te veel met poedertjes of met dat soort dingen. Het zijn wel een beetje klassieke bereidingen. Maar ja, de fantasie, we maken mooie dingen. En als wij iets proeven of wij bedenken iets, dan gaan we dat gewoon uitwerken. Dus de basis is klassiek. Alleen ja, vanuit daaruit kan je natuurlijk alle kanten nog op. Wat zouden jullie nu tegen de Woerenaren willen zeggen? En voor de kijker. Kom maar proberen. Nee, dat is het eerste wat je zegt natuurlijk. Maar ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen grijpen vaak naar het herkenbare. Hetgeen wat ze kennen. En ik heb zoiets. Probeer eens ook buiten de boot te stappen. En mocht je het nog niet hebben ervaren, kom het een keertje ervaren. Want ik denk dat, dat je ervan zal genieten. Wil jij nog iets toevoegen? Ik denk dat het duidelijk is. Nee, ik denk oprecht dat mensen die stap eigenlijk gewoon zouden moeten zetten. Want we hebben gigantisch veel gasten en iedereen loopt echt lyrische deur uit. En ik denk dat het voor iedereen toegankelijk is om hier gewoon lekker te komen eten. Kirsten en Jan Kees, hartelijk dank. Dankjewel.